Yo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Luc. Ja. Jij denkt altijd alles te kunnen. Dat is waar. En ik moet ook zeggen dat ik dat best vaak hardop zeg. Ja. Dat kunnen mensen best vervelend vinden soms. Ja. Me. Nou ja, en ik moet bekennen dat ik toch wel heel vaak denk, hoe moeilijk kan het zijn? Ja, je hebt een soort talent ervoor om te denken dat je overal talent voor hebt. Je hebt dat nog nooit gedaan en dan denk je, ah, dat kan ik wel. Dat kan ik wel hoor. Ja. Nee. Dus, wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan vandaag skateboarden. En om specifiek te zijn, we gaan indroppen in een halfpipe. Want ik heb vroeger, toen ik 10 was of zo, kon ik wel nog een klein beetje skateboarden. Als in, ik viel er niet vanaf. Laten we daarop houden. Heel veel verder dan de ollie kwam ik niet. Maar stiekem nog steeds denk ik wel eens, dat lijkt me toch echt heel vet om te kunnen. Ja. Dus dat gaan we vandaag doen. Ja, gelukkig niet alleen. We hebben de hulp ingeschakeld van Koen. En Koen gaat ook even voordoen en laten zien wat het nou is wat wij bedoelen. Precies. Indroppen in een halfpipe. Hoppa! Hallo! Onze skateleraar vandaag. Koen, dames en heren. Wij gaan skaten vandaag. Sterker nog, we gaan van de halfpipe. Is dat een beetje een reëel doel, denk je? Ik laat jullie eerst auditie doen. Ja. En dan gaan we daarna kijken of dat iets gaat worden vandaag. Oké, nou zullen we maar beginnen gewoon? Ja. Ik heb zin in namelijk. Jullie gaan eerst even een rondje skaten en dan ga ik even kijken hoe het gaat en of het de doelstelling vandaag gaat lukken. Nou, let's go dan maar. Gaan we goed komen met deze twee? Oeps. Right, hey, ik heb jullie nou eventjes zien skaten. Jullie komen vooruit, jullie blijven staan. Jullie hebben er volgens mij allebei hartstikke veel zin in. Ja. Dat wel, dat sowieso. Maar zo. Hey, dan gaan we beginnen met gewoon het makkelijkste van het makkelijkste. En aan het einde van de dag. Uiteindelijk gewoon die halfpipe indroppen. Ja. Sick. Als het lukt. Moet nog maar eventjes. Moeten we nog even zien. Nee, die is wel echt stijl. lekker door. Ja. Ja hoor! Oké, dit gaat eigenlijk al wel zo goed. Ik moet alleen nog straks echt dat droppen, dat je echt die diepte ingaat, maar ik vind het echt fucking leuk. Laat je eerst naar voren vallen en pas 2 tellen later zet je je wieltjes neer. Dus het ziet er zo uit. 1, 2... Nee! Ik doe het gewoon 2, is dat ook goed? Hoeveel telde jij de Lieke? Oh, dit is best wel moeilijk, ouwe. 1, 2. Ah! Bijna! Nou. Woe! Tada! Oh, bijna, Luc. 3, 2, 1. Ah! Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik had nooit verwacht dat ik nu al gewoon, hoppa, hier vanaf zou gaan. Ik ben best gewoon verbaasd over mezelf. Dit ziet er waarschijnlijk op beeld echt helemaal niet hoog uit. Maar dit voelt dus al best wel hoog, stiekem. Het ding is, dat drempeltje is inderdaad een soort van, je weet gewoon, ik kan nog verder leunen. Maar dat is gewoon zo'n mentaal dingetje waar je gewoon overheen moet. Je moet gewoon gaan. Maar maak jezelf klein. Wijs waar je naartoe wil. Kijk naar de baan. Come on! Nou, de loser gaat nog even een stapje terug. Oh, wat kut. Oh, daar baal ik van. Godverdomme! Ja! Sick! Lekker, Oliek. Thank you! 3, 2, 1. Hey, jullie hebben allebei nu kunnen indroppen. En nu wordt het tijd dat we gewoon naar het finale obstakel gaan. Ik stel voor dat we de bol in gaan. Ja. Ja, ik heb gezegd dat ik dit wil kunnen. Dus moet ik het doen ook. Maar het is wel echt in één keer gewoon van level prima nog te doen naar level leuk niet te doen. We trainen op eigen risico. Ja, nee, dat klopt. Nou, kijk of ik het kan. Hey, daarnet stonden we daar.
ging je schouders zo. Je moet in die schouders zo. Ja. Oké? Okay? Helemaal erin. Je moet ook wachten. Klein blijven. Wacht het maar af. Ja. Niet halverwege denken, ik trek aan de noodrem. Nee. We moeten door. Ja. We moeten helemaal tot beneden. Ja. Zin in? Ja, zin, maar ook wel een beetje gespannen hoor. Oké. Okay. Zo, het gaat hier. Dit voor het gaat daar. Zie je deze? Even iets meer zo, ja. Ga maar. Weet je dan wat er misging? Of ja, ik leunde niet ver genoeg. Ik zat zeg maar naar achter, waardoor je dus... Dan komt dus dat je bord omhoog. Dat is dan toch, als iemand dan zegt, ik ga je nu bijna niet meer helpen, dat er dan toch iets moet. Ja. Je kan het gewoon. Ja. Ja, toch gebeurt er dan mentaal moest iets, dus toch nog geholpen worden. Ja, dat toch een beetje die angstreactie dat je niet ver genoeg durft. Ja. Oké, okay. Verder dus. Nog verder. Nog verder, Luc. Ik ben er bijna. Ik ga nog een heel klein beetje meehelpen voor de veiligheid. Ja. Denk aan, hier moet je naartoe. Kut. Ga maar, als je wil. Helemaal eroverheen. Oeh! Ah! Oh my god! What the fuck? Oké, maar dit was nog met hulp wel. Ik ga er nu eentje doen. Ik ga uit het shot. Ik ga hier voor een high five, oké? Nog een keer. Goed zo. Bijna. Je weet nu in ieder geval dat het geen pijn doet om te vallen. Wat ging er nou mis? Ja, ik ging snel weer naar achter. Waarom? Ja, waarschijnlijk toch een angstreactie. Ja! Come on! Woehoe! Yes! Sick. Allemaal dankzij jou, Koen. Echt, allemaal dankzij jou. Goed gedaan, goed gedaan. Met trots. Dit voelt wel echt lekker. Iedereen kan skaten. Als het helemaal lukt. Oh. Trots op jou. Holy shit. Nou wil ik nog een keer. Dat is natuurlijk het probleem met skaten. Als je het helemaal een beetje leuk vindt, dan... Ja. Wil je blijven doen? Wil je door. Jij hebt het ook goed gedaan, Lieke. Ja, oh, dat is wel echt waar. Super goed. Allemaal. Ik ben erbij. Hallo. Nou, jij hebt ook gewoon een kleine mini-ramp gepakt. Ja. Wat is de conclusie? Nou ja, je kan in een dag van de halfpipe. Ziek toch? Als je je best doet. En als je een fucking goede leren hebt. Thanks man, echt oprecht. Fucking goed gedaan. Ja, dat is echt. Thanks. Je hebt allemaal zelf gedaan. Ik ga nog een keer. Ja, die zijn we kwijt. Vind je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Abonneren kan je ook doen. Stuur hem door naar je vrienden. Weet ik veel wat je ermee doet. Dan ga ik nog even kijken hoe Luc hier van de halfpipe gaat. Let's go!